Dit is het verhaal van de kleine koning Izar. Het kind dat op een nacht een wonderlijke ster zag en op reis ging. Op zoek naar de koning van de wereld. Op zoek naar een vriend. Jongen, het lijkt wel of de hele wereld op weg is naar Jeruzalem. Rustig aan maar, Asinus. Blijf maar een beetje langs de kant. Dag, kleine koning. Ook op weg naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren? En om Jezus te zien. Ik geloof dat iedereen Jezus wil zien. Iedereen praat over hem, de koning van Jeruzalem. Koning van Jeruzalem? Ja. Gisteren heeft hij zijn intocht gemaakt in Jeruzalem. Oh, wat was zo'n indrukwekkend gezicht. Hij reed hier langs dezelfde weg op een jonge ezel. En het volk kwam hem juichend tegemoet. En ze legden jassen en palmtakken voor hem over de weg. Eindelijk zien de mensen dat hij de koning van de wereld is. Dit wordt het mooiste en het drukste paasfeest van mijn leven. Pas jij maar op, kleine koning, dat je niet onder de voet gelopen wordt. Oh nee, Asinus zal goed op me passen. En als je ooit een rustig plekje zoekt om op adem te komen, kijk, dan moet je daarheen. Wat is dat dan? De Hof van Olijven. Daar komt bijna nooit iemand. Maar nou moet ik gaan, hoor. Dag, kleine koning. Moe, Asinus. Jij ook? Laten we een stil straatje opzoeken. De Hof van Olijven is veel te ver weg. En we zullen wel niet de enige zijn die vannacht op straat slapen. Onder die poort. Dat is een mooi plekje. Daar zal niemand over ons heen rijden. Wat een opwindende dag. Eindelijk zijn we in dezelfde stad als Jezus. Morgen zullen we hem zien. Morgen zal het een groot feest zijn. Een heel groot feest. Wel te rusten, Asinus. De hoge priester heeft er een lieve duif voor nodig. Caiaphas? Caiaphas krijgt hem nog liever vandaag te pakken dan morgen. Hij verdenkt hem ervan dat hij helemaal geen profeet is, maar dat hij erop uit is om de keizer van Rome van de troon te dringen om er zelf op te komen. Caiaphas is goede vriendjes met de keizer. En dat wil hij graag zo houden. En daarom wil Caiaphas de Jezus uit de weg laten ruimen tegen een goede beloning. Kunnen wij Jezus niet te pakken krijgen? Misschien. Maar dan moeten we opschieten. Ik heb gehoord dat ene Judas ook al van plan is hem te verraden. Waar zouden we hem kunnen vinden? In de Hof van Olijven. Daar schijnt Jezus de nacht door te brengen. Kom mee dan, snel.
Asinus. Mm-hmm. Heb je dat gehoord? Mm-hmm. Weet je de weg nog? De Hof van Olijf. Die vrouw heeft het ons aangewezen. Mm-hmm. Zijn we er al bijna, Asinus? Het lijkt veel verder dan vanmiddag. We zijn toch niet verdwaald? Mm. Die twee mannen, die heb ik nergens meer gezien. Ik hoop maar dat ze niet zo'n vlug ezeltje hebben als ik. Asinus, je liet me bijna vallen. Mm. Oh! Wat erg. Die man heeft zich opgehangen. Die moet wel heel erg ongelukkig zijn geweest. We moeten door. Ook al zijn we nog zo geschrokken. Er was niks meer aan te doen. Ik kon hem niet tegenhouden. Ik kon hem niet meer helpen. Meneer? Hè? Oh, jongeman, je maakt me aan het schrikken. Wat een nacht. Heb je die daar gezien? Die man? Aan die boom? Ik zag hem aankomen. En voor ik wist wat er gebeurde, slingerde hij een touw om de hoogste tak van de bomen. En hij schreeuwde: ik ben Judas. Ik heb mijn meester verraden. Toen was het al met hem gedaan. Judas? Maar dan... dan ben ik te laat. Ik ook. Ik wou hem nog helpen. Maar... dan is Jezus dus al verraden. Dan kan ik niets meer voor hem doen. Jezus? De koning van de wereld. Ze zullen hem doden. Je kan de koning van de wereld nou doden. Oh, er zijn zoveel misselijke, gemene mensen op de wereld. En Jezus wou alleen maar vrede brengen en iedereen gelukkig maken. Maar niemand wilde hem geloven. En nu... nu is het te laat. Zoals altijd. Ik kwam al te laat in Bethlehem om hem te zien in de kribbe. Bethlehem. Jaren geleden, toen ik pas herder was, ben ik eens in Bethlehem geweest en... ik heb een kind gezien in een kribbe. Dat was Jezus. De koning van de wereld. Ja, ik herinner me nog dat het een bijzonder kind was. En gaan ze hem nu doden? Ja. Verraden door Judas. Een wanhopig mens. Dat is ook om te huilen, jongen. Jezus moest dus ook aan het kruis slaan. Hé, joh. Ga weg hier met die ezel. Is Jezus hier? Ja, binnen bij de Hoge Raad. Hij heeft gezegd dat hij de Zoon van God is. De Zoon van God. De Hoge Raad zal hem wel ter dood veroordelen. Nee! Ik zeg je voor de derde keer, ik ken die mens niet. Ja.
over zijn eigen leerling. Nu heeft Jezus helemaal niemand meer. En wij kunnen hem ook niet meer helpen.